Met dus Didion in doel achterin, Popovic, Daland, Utkus. Samen zijn ze 63 jaar oud. Dan krijgen we op de flanken Velkovski en De Kosteren. Van Houten kijkt om zich heen, krijgt de bal niet tot bij Hotic. Dan Silva Lopez gaat het proberen. Een schot van een meter of 25. Lichtjes opportunistisch, maar wel bijzonder dreigend en ook aangeraakt. Ja, 12e minuut van de wedstrijd. Cerkelen echt het best begonnen. En dan schampt hij nog net met benen van. Goeie tackle van Keita. Dan meteen de omschakeling. Schrijvers. Mercier is mee op rechts. Henri kiest positie. Schrijvers ook in de grote baklijn. Mercier gaat op zoek naar Henri. Geweldige voetbal. Paal binnen. Prachtige goal van Oud-Heverlee Leuven. 0-1. Thomas Henri. Zijn tweede van het seizoen. En Thomas Henri. Stijlvol afgewerkt. Kijk hier. Begint bij Keita, meteen die bal tot bij Schrijvers. En dan trekt hij hier met één loopactie ruimte voor Mercier. En die legt die bal perfect tussen een bos van cirkelenbenen tot bij Thomas Henri. Kijk eens aan, goede loopactie van de spits. En dan perfect afgewerkt. En zo 0-1. Half uur gespeeld. Van Houten achter de bal. Laat hem liggen voor Velkovski. Met gevoel gegeven, daar is de kopbal van Popovic. En dan De Kosteren niet, maar de man wel. Goeie redding van Romo. Nog niet afgelopen, de man opnieuw. Duwt hem naast. Dubbele kans voor Cercle, maar het blijft voorlopig 0-1 voor OHL. Man, goed gedaan, Popovic. De Kosteren niet, maar de man wel. Raamakers, strakke voorzet. Gedefinieerd tegen de lat door Ngawa. Nog niet afgelopen, Schrijvers. En dan zat De Kosteren op de goede plek en ook De Norre krijgt hem er niet in. Dat is helemaal niet de bedoeling, want de bal gaat wel tegen de deklat. Raakt die bal uiteindelijk met de knie in plaats van met de voet. En dan het schot van De Norre ook nog afgeweken. En Velkovski achter de bal. Cerkelen op zoek naar gevaar. Maar meteen op doel, Romo met één vuist. Onorthodox. Hoekschop met Charles van Houten. Eerste paal doorgekopt. En dan Denki die hem niet kan binnenkoppen. Goed verlengd door Utkus. Dus twee positiewissels eigenlijk. Didion, ja, ziet die bal gewoon niet. Muurtje gaat open. En daar komt die bal van Schrijvers, maar ook naast en over. Eindelijk nog in zijn echte doelpoging. Keten hem voorlopig af te maken. Dus vooral controle houden. Ruimte bij Vitinho. Nog niet zo vaak gezien met zijn invalbeurt. Vitinho de voorzet. Denki. Nee. Kan niet op doel trappen. Waldo dan maar. Waldo. Jawel. De twee invallers doen het bij Cercle. 73ste minuut. 1-1. Het is niet aan het doelpunt in de luchting. Maar ze hebben er wel om gestreden bij Cercle. En horen het publiek dan gaan. Vitinho. De eerste keer dat hij voorbij De Norre geraakt. Denki kan net niet uithalen. Raamakers krijgt hij niet weg. En dan Waldo. Opportunistisch. Meteen richting die bal. En dan uit een scherpe hoek krijgt hij hem voorbij. Romo, de Spanjaard met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Aangename kennismaking. Lothar Dont maakt een einde aan deze wedstrijd. Cercle en Oud-Heverlee Leuven houden het op 1-1 en alles bij elkaar.